met je hand echt bij de kozijn gaat, maar dan voel je gewoon de wind binnenkomen. Rotte muren, slecht geïsoleerd en dus niet duurzaam. Daarom wil de woningbouw de bijna 150 huizen van de wijk Het Zand slopen. De woningen zijn technisch eigenlijk aan het einde van hun levensduur. Mede wat de energietransitie wat we nu erbij hebben, is het voor ons eigenlijk van belang dat de woningen vernieuwd worden en nieuwbouw gebouwd worden. Maar erfgoedorganisatie. En zeker ook... Zelfs de eigen troepen. Ja, zelfs de eigen troepen. En men laat het ook niet naar om de burgerbevolking erbij te betrekken. En dat is wel een typisch Russisch patroon. Hè? Dat noemen we tegenwoordig ook met een mooi woord hybride conflictvoering. Het is niet alleen meer, als we tegenwoordig over oorlogen, conflicten praten, dat het legers tegen legers zijn. Maar de hele maatschappij wordt erbij betrokken. Ja, heb jij bent natuurlijk in heel veel oorlogsgebieden geweest. Heb je ooit zoiets als dit meegemaakt? Of is dit heel toch uniek? Nou, de oorlog heeft heel veel keer meegemaakt van anderen.